Op Schiphol taxiet het vliegtuig uit Tokio aan, waarna een moeder en haar twee dochtertjes met spanning hebben uitgekeken. Want het brengt een echtgenoot en vader terug in het land en in zijn gezin. Het is soldaat Arie Bieven, die als enige Nederlander ruim 27 maanden in Noord-Korea gevangen werd gehouden en nu is uitgewisseld. Overste Eekhout, oud-commandant van de Korea-vrijwilligers, was een van de velen die hem verwelkomden. Een na angstige maanden herenigd gezin keerde tenslotte gelukkig huiswaarts.